Dames en heren, als u mij vraagt of ik muzikus ben, dan moet ik antwoorden, jawel. Jawel, ik ben muzikus en ik speel uitsluitend werken van onbekende meesters, maar dan ook volslagen onbekende meesters. Meesters die ook graag jawel. Als ik desalniettemin toch enkele namen mag noemen. Ik speel onder andere concerten van Strinseltal, Wolfgang Strinseltal. En ik speel ook vrij veel werk van zijn tijdgenoot Pinseltal. Johan Pinseltal. Mijn voorkeur gaat uit naar Strinseltal. Ik vind zijn muziek iets meer gestrinseld. Daarentegen is de muziek van Pinseltal iets meer, jawel. Strinseltal is een middeleeuwer, een late middeleeuwer, iets te laat, als u mij vraagt, maar niemand vraagt mij. Ik speel vrij veel werkjes van zijn hand, handwerkjes. Voor het merendeel kamermuziek. Kamerstukjes en af en toe een suite. Dat hangt van de schuifdeuren af. Mochten er mensen in de zaal zijn die meer willen weten van Strinseltal, dan kan ik mededelen. Strinseltal werd geboren in Woepertaal. Een nijver stadje in het dal aan de rivier de Woeper. En toen Strinseltal nog maar zo'n kleine strinsel was, toen heeft zijn vader, de oude Strinseltal, die heeft hem eens meegenomen op een wandeling in het dal aan de Woeper. En daar zat de jonge componist in het gras. En plotseling hoorde hij in het struikgewas iets woeperen. Kleinigheid misschien? Ik zeg een kleinigheid misschien, maar hoe dan ook, er woeperde wat. De jonge muzikus, die niet precies wist
wat er woeperde, wendde zich tot zijn vader, die zelf een bekende oude woeperaar was. En hij zeide: vader, wat woepert daar? En hij schreef zijn beroemde compositie, was Woeperdort in Woepertaal. Hè? Het is een solo van meneer, eerste rij. Hè? Het werk werd wereldberoemd. Maar niemand heeft ooit geweten wat daar in het dal. Jawel. Mijn lieve muziekvrienden. Ik prijs mij gelukkig dat ik bij de weinigen mag behoren die nog werken spelen van deze min of meer vergeten componist uit de middeleeuwen. Ik speel nog veel van Strinseltaal. Maar er zijn slechts enkele muzici die dit doen op deze globe. Samen met Cabals, Cabalo Cabals. En de Russische cellist Iznobrov Gostnjuzjobovolnjosnik Rogojnojnjiljobovojosnor Gostnjopovolnjosnijikrisnijokotsnopovolsnorkitsnijol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 pov
Zo heet hij met zijn voornaam. Met zijn achternaam heet hij Pap. Huh? Ja, ik denk wel eens met die onzin. Ik denk wel eens, wat zouden die mensen wel denken, zeg? Huh? Foei, foei, foei. Nee, dames en heren, even in ernst. Even zonder saamblage. Even zonder gekheid. Wat heeft u nou gedacht vanavond? Heb je nou niet steeds gedacht in die eerste acte van de show, waarom staat die cello daar de hele avond op het toneel? Zult u wel gedacht hebben? Dat kan ik u vertellen. Deze cello, dames en heren, is bestemd voor het programma van het volgend jaar. Ja, je kunt niet alles op één avond doen, nietwaar? Het is toch al veel voor één gezinshoofd. Huh? Maar ik beloof u, volgend jaar speel ik voor u een werk van Strinseltaal. En dat geldt dan ook voor de mensen die natuurlijk thuis naar deze show kijken. Volgend jaar, dames en heren, een werk van Strinseltaal. En ik wens u nu vast allemaal een zalig uiteinde en een goed begin. Huh? Ja, dan zult u zeggen, waarom speel je dat vanavond niet? Maar mensen, dat zou te ver voeren. Huh? Dat zou te veel tijd nemen. Het zijn uitgebreide werken. Luister, als ik u een plezier zou kunnen doen, dames en heren, met het begin van een van zijn werken. Ja? Maar dan moet u ook niet verder aandringen, hè? Nee, we zijn aan tijd gebonden, hè? Als het aan mij lag, zou ik wel willen doorgaan tot bij het ontbijt, maar dat kan niet, nietwaar? Goed, dan zullen wij u een begin laten horen. Wij laten u dan het begin horen van een van zijn mooiste werken, die Frühgestützte Heimknödel. Huh?
En dat was het begin.